En? De schoonmaker is bezig in de bezoekersruimte. Zodra hij klaar is, kunnen we daarheen. Hoe komt mij dat nou uit? Waarom vertellen ze niks? Waarom duurt dit zo lang? De beer? Jos Uilenburg, die verantwoordelijk is voor de brand in Ja, ik weet al wie het is, maar... Zat hij in die auto? Is dat zeker? Volgens Eisen heeft Zoe de auto beschreven waarin hij reed. En dat is dezelfde. Maar die man, jouw zus, mijn zus, zijn allebei dood door hem. En er is nog iets dat je moet weten. Rick is in acuut levensgevaar. Rick dit overleeft. 0,000. Ze vinden hem wel. Eisen is een pitbull. Het zal vast. Maar misschien te laat. Als hij... Je hebt dat bomvest niet gezien. Hè? Die man die is gek. Die is knettergek. Sadist. Die blik in zijn ogen. Ik weet het. Ik weet hoe die is. Hij wil Rick dood. En jou. En Eisen. En als het aan hem had gelegen, was ik nu ook dood in de halve rozenboom. Die man, die stopt niet. Wat Eisen ook zegt. Ik had nooit contact met hem moeten zoeken. Straks is Rick in de... Ik dacht dat het je vader was. Je kon het niet weten. Nou, dan nog. Ik leef al jaren prima zonder vader. Waarom moest ik zo nodig met hem chatten? Waarom moest ik zo nodig afspreken? Hé. Hey. En dan ook nog in het bos. Waarom niet in Box of in De Koning? Nee, ik spreek dodelijk af in het bos met een wildvreemde man. Hoe fucking stom kun je zijn? Rick, Daan hier. Dit is Ruud. Ruud Hendricks, en dan ga ik je van je bomvest afhelpen. Ben ik duidelijk? Niet bewegen. Rick, niks doen. Gewoon rustig blijven liggen. Alles komt goed. Waar is Jos? Een bomvest? Ja. In de rozenboom? Ja, en daar is hij ook weer weg. Waarheen? De politie probeert hem te lokaliseren. Bing is op dit moment op het politiebureau om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. Dus als je wil, kunnen we er ook naartoe gaan. Ja, dat wil ik wel. De Zoe's aanwijzingen wisten al snel waar deze bunker was. We hebben vrij nauwkeurig alle GSM-signalen kunnen uitschakelen voor dit gebied. En daarom deed deze niet waar hij eigenlijk voor bedoeld was. Waar is Jos?